Het gaat nog verder. Hij moet later. Dus je moet hem helemaal laten lopen. Nee, maar die linker, je ziet het nu toch al bij de linker. Bij het, die is toch over de lijn. Ja, schandalig dan. Ja, kijk, gewoon schandalig. Voor de duidelijkheid, de grijze lijn. Maar jongens, het gaat om de grensrechter moet vlaggen. Deze, die staat in de lijn. Kijk, ja, okay, maar die VAR gaat er niet terugdraaien. Toch, of niet? Dat... Ja, maar de VAR heeft geen 100% zekerheid. Dat is het gewoon, dat is het verhaal. Ik kan het zo wel zien dat hij uit is. Ja. Ja, het is waardeloos dat een wedstrijd zo beslist wordt. Ja. Laten we het toch even over die wedstrijd hebben. Jullie waren in de tweede helft een stuk beter dan in de eerste, vond ik. Waar lag het aan? Ja, ik denk eerste helft. Natuurlijk speelden we iets anders met een soort ruit op middenveld. En ja, we hadden natuurlijk wat spitsproblemen. En ja, was wat afwachtender, denk ik. Ajax had veel de bal, maar vooral veel achterin, denk ik. Ja, je geeft eigenlijk één halve kans weg en die gaat erin. Ja, tweede helft spelen we iets hoger, denk ik. Wat meer de lange bal vanuit achter en daardoor de tweede ballen winnen. En dan probeer je wat meer kansen te creëren. Maar ja, helaas gingen ze er niet in. Nee, maar wat is in eerste instantie de bedoeling, hè? Want ik kan best even voorstellen dat je georganiseerd wil spelen. Zijn Tadić en Anthony, dat zijn gevaarlijke gasten. Maar je wil zelf ook creëren. Ja. En dat lukt natuurlijk eigenlijk helemaal niet in de eerste helft. Nee, weinig. Wat ik zei, we speelden wat meer de lange bal vanuit de keeper, vanuit Joel. Probeer je de tweede ballen te winnen en van daaruit te voetballen. Maar ik denk dat we de bal hadden wat slordig waren. Ook niet echt durfden of probeerden te voetballen. Ja, dat moet je toch, doen om het jezelf makkelijker te maken. Ja, uiteindelijk creëer je toch een paar kansen vanuit de corner. En met een beetje geluk gaan die er wel in. Ja, wat was precies het idee met Gutsen? Als een soort zwervende, wat was het eigenlijk? Ja, eigenlijk een soort, soort ruit. Met Cody en Doan Ritsu ervoor. Wat ik al zei, de centrale hadden wat meer de bal van hun. Maar dat creëerde niet echt gevaar voor ons. Dus we hadden wat liever het midden dicht, zeg maar, dan dat ze toen uit bij hun, dat ze veel meer kansen creëerden. Ja, je zal er doodziek van zijn. En als zo'n bal beslissing brengt, dat is natuurlijk helemaal gaaf. Ja, zeker. Ja, doodziek. Ja, dankjewel voor je eerste reactie. Dankjewel. Dankjewel.